Oh, je ziet ze nog wel, hoor. De klassieke personeelsadvertenties, directeur gevraagd, functieprofiel, managementervaring, zelfstandig leiding kunnen geven, participeren in beleidsontwikkeling, sturing geven aan het team, bla 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 bla. Maar binnen een jaar, voorspel ik, krijg je advertenties met gevraagd man met kloten aan zijn lijf. Gezocht derk van een wijf. Opleiding, papieren, ervaring, doet er niet toe. Bullshit. Nee, heeft die vent, heeft dat wijf uitstraling, guts, power. En als zo iemand binnenkomt, dan komt daar iemand binnen. En je ziet de trend ook verschuiven. Topfuncties, men vraagt geen coole managers meer, geen technocratische robots, maar mensen van vlees en bloed. Neem de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Een hoofdredactioneel commentaar van de NRC Handelsblad. Allereerst moet aan de orde komen of er in Nederland nog bestuurders zijn die hun beslissingen op de zeepkist durven te verdedigen. En de opvolger van Fontijn hoeft geen getapte mokermer te zijn, maar hij of zij mag het café ook niet schuwen. Kijk, dat is het, hè. Nieuwe burgemeester houdt eerst een gloedvolle reden op een zeepkist op het Waterloopplein en dan duikt hij de kroeg in om met de mokermers te zuipen, te lallen en te zingen. Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen. Nee, de burgemeester lacht en dan lachen de Amsterdammers mee. En de burgemeester huilt en dan huilen de Amsterdammers mee. En ze lachen diep van binnenuit. Ha, 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 ha. En ze huilen echt met alles wat huilen kan zijn. Dat is de nieuwe topfunctionaris. Neem de kwestie Boijmans. Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, vraagt een directeur met managerskwaliteiten. Ze vinden er een. Nee, zegt BMW, we hebben toch liever een kleurrijker figuur. Ja, vind je gek? Rotterdam, grootste haven in de wereld. Dat Boijmans moet toch een keel aan het hoofd krijgen met bootwerkersknuisten die zegt: trossen los! We hebben potverdorie een zootje containers in dat Boijmans. Containers met kunst waarmee we elk land ter wereld kunnen bezeilen. Zoiets, creatief spirit. Over charisma gesproken, Vladimir Zjirinovski. Hè? In de Doema. Kijk, zo'n man heeft een uitstraling van Moskou tot op het Binnenhof in Den Haag, waar een paar kloothommels hebben besloten dat die man Nederland niet in mag. Als die man over 2 jaar geen president is geworden, dan ben ik de eerste die hem hierheen haalt voor een symposium waarop het crème de la crème van het Europese management à 4000 gulden pp een uurtje les kan krijgen in charisma. En wat die Zjirinovski dan allemaal staat uit te kramen, dat kan mij geen flikker schelen. Ik heb daar dan wel iemand staan. Dat bedoel ik nou, die overdosis opwinding waardoor de E-factor van onze samenleving door het lint van het H-level gaat. Het H-level? De hysteriegrens, dus de emotie piekt door het hysterieplafond. En dan gaat volgende week door, weer epen en de media staan stijf van Noordholt. Ja. Trouwens, die man kan toch niet corrupt zijn met al die onderscheidingen? Maar zijn nou die onderscheidingen dat iemand ze überhaupt opdoet? Dat middelste gele lintje heeft hij gekregen voor 100.000 wielklemmen. En die huilprogramma's, die hebben ook heel veel slecht gedaan, hoor. Wist je dat daar heel veel milieuschade uit voortvloeit? Wat nou weer milieu? Die dagelijkse huilprogramma's. Als je bij de grote straalzender in Hilversum gaat kijken, ja. Wat daar in het bos is aangericht door die dagelijkse portie natte ethergolven die daar overheen worden uitgestort. Elke dag maar opnieuw. Het televisie is om te huilen. En het vreet ook aan mij. Ja, hè? Die overkill aan ontroering, daardoor word ik zelf door niets meer ontroerd. Mag ik even? Ja. Ik denk dat jouw fout is dat jij je uit de sokken laat slaan door veel te grote emoties. Je moet je laten kietelen door kleine aandoenlijkheden. Dan is het vol te houden. Ik was bijvoorbeeld even in Parijs, dames en heren, om het Louvre te bekijken, het nieuwe Louvre. Prachtig. Maar buiten het Louvre zag ik iets dat mij veel meer ontroerde. Daar loopt een heel klein mannetje en dat voert daar elke dag de mussen. De duivel schopt hij weg. Mussen voert hij. Hij praat er tegen, als een soort Franciscus van Assisi met een petje op. Dat iemand al omkijkt naar mussen ontroert me al. En dan denk ik, hoe komt het toch dat mensen in hun gemoed geraakt worden door steeds grotere dingen? Brontosaurussen in Jurassic Park. Wat is er nou mooier dan mussen in de Tuilerieën? He? En in Parijs heb ik altijd al een zakdoek per dag nodig. Maar dan sta ik met tranen in de ogen. Tranen? Kan er niks aan doen. Om een paar musjes? Ja, dat komt lullig. Ja, die KLM-spot met die zwaan mooi. En die commercial van de Nederlandse spoorwegen met die roofvogel, die raken me wel. Maar mussen? Ja, maar ze zijn zo lief, hè? Ja, nou, ik geloof dat ik op zoek moet naar een nieuwe levenswandel of zo, hoor. Anders weet ik het ook niet. Ik niet?